Rechter Diederik Radder oordeelt hard over de man die Curaçao tussen 2010 en 2012 als premier leidde. Vastgesteld moet worden dat u het in u, als eerste burger van het land, gestelde vertrouwen op grove wijze heeft misbruikt. En dat u door uw handelen het aanzien van Curaçao ernstig heeft geschaad. U heeft zich schuldig gemaakt aan de misdrijven van ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Na afloop van het vonnis kwam Schotten gespannen maar strijdbaar naar buiten. Behalve een celstraf van 3 jaar mag hij zich voor 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor het parlement. Een politiek proces opgezet door Nederland. Or un politico, of ora abo, of boyu, nota fede sistema, holandes tanke restructurai paese ki, ja waki pa dilanti, i voral de caso ki ku ami, como sete ai passa, e prome minister je paese aki, nang ta teker, di nang mes ora nasi fout, ando na ta teker, di estanku ta stroba, Panampor hervorm e paese ki manera nantimester. Gerrit Schotten is na de uitspraak in cassatie gegaan. De Hoge Raad in Nederland gaat zich nu buigen over deze zaak.